Yo, kijkers van WhatsApp, welkom bij deze tutorial video over hoe jij je straat zo mooi mogelijk kan maken. We zitten vandaag in een snow biome en dat kan voor sommige mensen best wel ingewikkeld zijn. Maar eigenlijk zoals je hier kan zien, een straat is natuurlijk verdeeld in verschillende oppervlakken. En die oppervlakken kan je eigenlijk zien als de vloer zelf. Wat ligt er op de vloer, oftewel gras, sneeuw of verdere decoratie. En wat gebeurt er eigenlijk in de lucht als het ware. Je kan bijvoorbeeld van dit soort hele leuke slingers gaan maken. Maar je kan bijvoorbeeld ook, zoals ik hier heb, een klein stukje verderop, waslijnen ophangen. Nou, wat je dan eigenlijk voor deze tutorial nodig hebt, is natuurlijk Conquest Resource Pack. Die staat in de beschrijving. En je hebt natuurlijk Optifine 1.7.10 nodig, want we spelen op een 1.7.10 server. Dit is op dit moment in King Wars. En ja, laten we gaan beginnen. Ik heb hier dus al een paar dingen klaarstaan. Ik heb hier bijvoorbeeld een houten slinger gemaakt. En je hebt natuurlijk ook kratten. Maar ik heb hier namelijk nog... Oh nee, dit had ik ook al gedaan. Ik wil eigenlijk gaan beginnen met dit stukje. Nou, dit stukje is nog vrij kaal zoals je ziet. Er is niet echt veel. Je kan hier bijvoorbeeld in het midden kan ik hier ook weer een paal gaan maken waar dan slingers kunnen komen. Dat gaan we dus ook doen. Dus we pakken even wat hout. Zo. Oh nou, ik moet het eigenlijk zo doen. 1, 2, 3, 4. Dan pak ik natuurlijk de Metacycler plugin erbij. En dat is, op deze server is dat een veer. En dan gaan wij door totdat wij het item ID krijgen van 17.12. Nou, dan pakken we vervolgens een stone, oftewel een cobblestone. Wall is het eigenlijk. Die plaats je hierop heen, dat kan je door middel van Metacycler kan je dat weer veranderen in een houtvormige kobbelwol. En dan uiteindelijk komen we dus bij fences. Die moet ik wel even pakken. Zo. En die maken we 1, 2, 3, 4 hoog. En dan maken wij dus eigenlijk wat stokjes eraan vast. En dan gaan we even door middel van een metacycler. Ik kan dit ook door middel van een world edit doen. Maar ik vind het een beetje onnodig. Oh, wacht even, we doen het toch maar zo. En dan krijg je uiteindelijk de houten kleur die je nodig wilt. Of hebt. Zo. En dan heb jij hier hout. Hier hout. Die moet ik hebben. Ik ga het ook zo overheen, jongens. Ik weet niet wat het is. Zo. En deze twee. Ja, zo. Nou, dan heb je natuurlijk wol nodig. En dan ga je een beetje kijken naar wat voor stijl is jouw dorp. Nou, deze stijl heeft voornamelijk de kleurencombinatie van donkerblauw en wit zoals je hier kan zien. En dat is nog best wel leuk om te gebruiken. Dus dat gaan we hier ook doen. Dan gaan we even kijken. Zo. Dan gaan we kijken naar waar kunnen het beste de kettingen naartoe lopen. Oftewel de slingers. Nou, ik heb hier al één mooi hoekje. Dus dan beginnen we vanuit deze hoek. Dan gaan we dat zo doen. Zetten we hier twee blokken neer. Je kan dit eigenlijk best wel random maken. Sommige mensen vinden het echt heel lelijk. Nou, ik vind het altijd wel heel leuk om te maken. En dan komt hij hier uit. Zitten we even te kijken. Kan hij, denk je, niet één blokje lager? Ja, dat kan hij. Dus doen we hem zo. Waar kan hij nog meer naartoe? We kunnen hem hier in het dak gaan maken. Maar dan moet hij wat lager komen. Dus dan doen we deze snel wat. Dat hij snel omlaag loopt. Dat kan gewoon. Zo. En ja, ik denk dat we hem eigenlijk een soort van... we kunnen hem beter een soort van rechtdoor laten lopen. Dus we gaan hem toch maar anders doen. Zo, deze toch weg. Zo. Hier een blokje. Ja, je moet trouwens wel die blokken plaatsen, wil je hem daar kunnen krijgen. Maar we willen hem hier uit laten komen. Dus dan kijken we even hoe dit loopt. En kan hier dan nog iets naar beneden toe? Dat kan, die kan dan bijvoorbeeld deze twee doen. En dan heb jij eigenlijk al een vrij simpele slinger gemaakt. Nou, ik vind hem op zich best wel leuk. Je kan hem ook nog hier naartoe laten gaan. Maar ik denk dat we het niet al te druk moeten maken. Dus laten we dit even voor wat het is. Dan pakken wij natuurlijk even de kleur blauw. Ja, en als je in een sneeuwbiome zit, kan hier sneeuw op gaan liggen. Maar van de onderkant zullen we dat niet echt veel zien. Op de grond daarentegen kan niks vallen wat onder de slinger zit. Dus als je toch sneeuw wil plaatsen daar, zal ik adviseren om zelf sneeuw te plaatsen met de hand. Want dan krijg je natuurlijk een veel mooier resultaat dan dat je telkens het alleen maar leeg laat. En daar kan je natuurlijk helemaal niks mee. Nou, slingers zijn eigenlijk best wel simpel te maken. Dit is ook een van de simpelste programma's die er is. Nou, programma gewoon een simpel onderdeel, een simpel part van de structured build. Nou, ik denk dat we deze toch eentje omlaag gaan doen. Dan loopt dit toch wat vloeiender. En ja,
Dan is het natuurlijk ook belangrijk dat wij, ik ga straks even verder met de slinger, maar we gaan eerst even de vloer sneeuwvrij maken. Nou, dat kunnen we op één hele simpele manier doen. Je maakt twee posities, of je selecteert twee posities met de hulp van de plugin WorldEdit. En dan doe je /expandver. En dat staat eigenlijk voor dat jij alles in die block ranges van helemaal bovenaan tot helemaal onderaan, dat je dat hebt geselecteerd. En dan doe je /replace snow naar 0. En opeens zal je snel weg. Mooi. Wat gaan we dan doen? We kunnen een brush pakken, maar je kan het ook met de hand doen. Ik doe het altijd liever even met de hand, want dan kan je hier wat van deze. Dit is de 98.2 als ik het goed heb. Nee, 1 is het. Nou, je kan het ook met een metacycler doen, maar je kan het ook gewoon met je hand doen. Nou, waarom doen we dit? Omdat anders het steen echt gewoon puur kaal is. Je moet ervoor zorgen eigenlijk dat het een beetje een grassy feeling heeft. Want als je over een normale straat loopt, dan zit er altijd wel iets onkruid tussen de tegels. Dat zul je altijd wel zien. En ja, het is altijd wel makkelijk dat je dat ook een beetje kan simuleren in het ding zelf. Je kan het ook gewoon doen dat er wat crackstone in zit, dat er wat kapot is gegaan. Maar het is natuurlijk ook wel belangrijk dat je zelfs nog gras ertussen doet. En waarom gebruik je nog gras, vraag je waarschijnlijk af. Ik wil die hebben. Kom op. Ja, zo. Gras kan ervoor zorgen dat je kleine plukjes gras kan plaatsen. Ik ga hier rondom de paal ga ik ook een beetje gras plaatsen. Omdat die paal die staat er natuurlijk al en daar hebben ze geen zin om tegels neer te leggen. Dus dan doen ze maar gewoon eventjes op deze wijze dat er gewoon wat gras omheen ligt. En eigenlijk wat het blok wat ik nu vast heb, wat dat eigenlijk doet, dat zorgt er eigenlijk voor dat die overgang van de tegel en van het gras, dat echt heel smooth lijkt. Want kijk, het lijkt net alsof je eigenlijk het gras nog door hebt laten lopen in de tegels. En dat vind ik zelf heel mooi. Ik heb het zelf niet echt ondervonden. Het is voornamelijk bedacht door een vriend van mij. Zijn naam is Branko. Ik wil hem natuurlijk ook even credit geven. Want dankzij hem heb ik deze texture pack ontdekt. Daar ben ik ook echt heel dankbaar voor. Want we doen tegenwoordig alles, in ieder geval op King Wars, doen wij met deze texture pack. En ja, en door middel van Optifine en de Conquest Resource Pack kan je natuurlijk ervoor zorgen dat jij hele mooie connected textures kan krijgen. Je zult bijvoorbeeld zien dat als je, ik pak eens even voor de grap, pakken we twee iron blocks. Dan zie je dat die samen gaan. En dat is door middel van de connected textures van Conquest. Nou, en dat doet dus eigenlijk dit steen dat ook. En daarmee creëer je dus een beetje een soort van vloer. Waarmee je eigenlijk gewoon meer dingen kan doen. Oftewel dat het meer uitstraling krijgt. Je kan natuurlijk ook altijd nog, zoals ik hier even zie, waar staan die blokjes? Die staan hier. Dan hebben we die hier, die kan je dan hier ook gewoon zo tussen doen, want het lijkt alsof er een baksteen of twee weg is. Meestal doe ik dat wel gewoon puur omdat het wat meer diepte geeft in je straat, want anders heb je het ook natuurlijk niks. Het is natuurlijk ook makkelijk als je hier random wat gras tussen zet, maar dan moet je wel ervoor zorgen dat aan alle kanten eigenlijk wat van dit soort spul zit. Alleen wordt het dan wel vervelend als je tegen dirt aan zit, dan zal de connected texture niet echt mooi overlopen. Dus dan moet je even zorgen dat je daaronder een verhoging bijvoorbeeld, dat jij daar gewoon ook dit soort steen plaatst. Ik denk dat we wat even laten voor wat het is nu. En dat we gaan beginnen met de decoratie van de paal. Dat doen we vrij simpel. We plaatsen hier gewoon random wat hekjes. Dat het lijkt alsof je echt hier omheen moet lopen. En dan kan je in deze hoekjes kan je dan weer wat neerzetten. Je kan hier ook kratten neerzetten. Nou, kratten zijn eigenlijk vrij simpel te maken. Wat je doet, je pakt gewoon wat van dit soort blokjes. Zo. Zet je een mooie stapel en Jade valt dood. Lekker Jade, goed bezig. En dan pak je natuurlijk de metacycler en dan moet je even kijken. Je kan ook vlees doen of dit soort dingen. Ik vind het wel leuk. Laten we dit in ieder geval een keer proberen. Kijken wat we hiermee kunnen doen. Het is wel even een paar keer klikken. Het is ook altijd wel leuk om te zien wat eigenlijk in die kistjes zit. Want als hier bijvoorbeeld appels zit, dan zou ik hem weghalen. Want die zit in een koud gebied. En als je een koud gebied hebt hier, bijvoorbeeld deze, die halen we dan weg en dan zetten we daar gewoon even een normaal krat neer. Dat kunnen we heel simpel doen. Je kan ook gewoon bijvoorbeeld doorswitchen. Ik ga nu met de biome bezig en dat is al helemaal verkeerd. Maar we hebben de veer nodig. En dan, oh, en nu wordt het aardappels. Oh ja, ik kan ook met de biome lopen kloten. Of wat zijn dit? Het lijkt wel koekjes. Oh, zo, appels, koekjes. Je krijgt ook verschillende soorten manden, dus dat is eigenlijk ook wel leuk om te doen. Hier, deze hebben we eigenlijk nodig. Zo, en de Deep Ocean Biome, dat kan nog wel. Dan gaan we deze doen. Je kan hier bijvoorbeeld ook wel gewoon door blijven gaan, maar je kan het ook bijvoorbeeld gewoon dat je verschillende soorten dingen hebt. Nou, ik doe het even andersom, want dan gaat het sneller. Oh.
En we zijn al voorbij. Zo. Nou, dan lijkt het dat hier allemaal voedselwaren staan. Dus dan denk je eigenlijk van, dit moet ook een soort van voedselplekje worden waar mensen wat voedsel gaan verkopen. Dat kan je eigenlijk heel simpel simuleren door in dit hokje. Zou je bijvoorbeeld gewoon een voedselkraampje kunnen maken, zoals ik hier achter ook heb gedaan. Dat zal ik even laten zien. Ja, dit moet ook allemaal nog worden ingericht. Maar hier heb je bijvoorbeeld een vleesafdeling. En wat kan je doen? Je kan hier naar achter. Oh, nou, kom op uit. Zo. Kan hier achter staat dan een vleesverkoper. Hij heeft hier een bijl om het vlees te snijden. Ja, normaal gaat het met een mes. Dat kunnen we eigenlijk ook nog even doen. Voordat we dat vergeten, dan pakken we even een painting erbij. En dan hangen we die hier op. Dan krijgen we die vast wel. Kom op. Nee. Nee, ik krijg altijd de paintings die ik niet wil. Kom op, painting. Geef me de mesjes. Kom op, geef me de mesjes. Nee? Nou, mesje. 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 Ja, hier, deze. Dit zijn goede messen. En daarmee kan ik dus een vlees snijden. En dat zijn eigenlijk gewoon de kleine details die het erop doen. Dus wil je eigenlijk gewoon een soort van kraampje maken, dan moet je dat eigenlijk een beetje doen met de resources die erbij horen. Nou, in dit hoekje kan je op zich wel een simpel kraampje kwijt. Dat doen we gewoon vrij simpel. Dan laten we dit een beetje uitsteken. Nou, hier dit kan wel uitsteken. Doen we dit, dat het wat dieper naar achter loopt. Zo. Want dan heb je daar wat meer ruimte. Ja. En dit moet zo, denk ik, wel goed zijn. Zo. Ja. En dan doen wij hier een soort van klein kraampje maken. Dat kan je zo doen, maar je kan bijvoorbeeld ook gewoon zoiets doen. Ik denk dat dit wel leuk is. Ja, en dan plaatsen wij hier zo'n soort van deurtje waardoor die je eigenlijk van open kan klappen, maar het ook kan gebruiken als bijvoorbeeld nog een soort van stuk waar je wat opzet. Nou, dan kan je deze zo omlaag doen en hem zo weer dicht doen. Nou, we gaan hier een soort van, wat zullen we doen, en ligt hier eten. Ik denk dat het wel leuk is om hier een soort van fruitkraampje te maken. Je kan het ook gewoon anders doen als je dat wil. Maar ik denk dat het wel leuk is om een soort van fruitkraampje te maken. Nou, dan kunnen we, even zien, zetten we hier eentje neer, hier eentje. En dan hebben we natuurlijk, ik ga dat niet met wol doen, ik ga dat gewoon met hout doen. Ik denk dat dat het leukste is. Zo, zo. Deze, zo, zo, en dan doen we deze. Oh, dat werkt natuurlijk niet. Doe die zo, en doe die zo, ja. En doen we die ook eentje omhoog. En dan doen we die hier zo eentje omlaag. Dan lijkt het meer alsof het in elkaar overloopt. En dan kunnen we hier nog één paaltje doen voor de stevigheid. Nou, dat denk ik wel dat het goed is. Misschien dat we hier één klein verdun paaltje gaan doen, puur omdat je hier wat meer zicht nodig hebt. En dan doen we dat hier ook. En dan doen we hier nog weer een dikke. Dan lijkt het meer dat je ook als klant wat makkelijker kan praten met degene die ook wat verkoopt. Nou, daar hebben we natuurlijk een soort van opvulling nodig in het dak. Dat pak ik eventjes. Oh, hij gaat dan weer automatisch switchen, jongens. Het is echt zwaar irritant aan de metacycler mod. Maar dan gaan we dit zo doen. Dan vullen we dit een beetje op. Nou, dat kan hier niet, omdat dit hier zit. Ja, dan laten we dit gewoon zo. Dat valt toch niet te veel op. Deze kant hier, zo, en dan laten we hem zo. Nou, dan heb je een klein kraampje, daar kan je eigenlijk al best wel veel mee doen. Je kan deze nog, kan je hier naar binnen. Je kan hier wat op de dingen zelf zetten. Meestal wat ik dan doe is dat ik gewoon een klein, ja, we kunnen hier op zich wat een klein bordje kwijt. Want ja, je wil natuurlijk een bord hebben met appels. Pak je die, leg hierop, moeten we weer de veer pakken, want die heb ik vroeger weggeklikt. Excuses. Ja. Zo. Nou, een boek kan ook, bijvoorbeeld dat hij daar neerzet van wat hij allemaal verkoopt. En wat de prijzen zijn, dat kan je dan bijvoorbeeld doen. Het is dan ook handig om wel wat goud neer te leggen, dat hij wat muntjes heeft. Die heb je natuurlijk ook in de mod. Of in de, nou, ik zeg al mod. Die heb je ook, maar die moet je voor naar een Desert Hills of naar een Extreme Hills. Small Mountains heb je ook. Kan doorgaan tot aan Extreme Hills. Plus, ja, ik denk dat dat wel goed is. Het enige vervelende aan de sneeuwbiome is dat als je het hier wil laten sneeuwen, dat dan als je dit naar Extreme Hills zou zetten, dat het dan niet meer gaat sneeuwen. Nou, wat we dan gaan doen, het was een soort van appelkraampje. Dus dan gaan we even op zoek naar wat appelshit. Dan kunnen we even hier wat neerzetten. Dan gaan we even hier de biome aanpassen, totdat we groente of iets in de vorm van fruit krijgen. Nou, ik denk dat we het cabbage laten en dan hoop ik dat dit nog appels kunnen worden. Kom op, appels. Appels? Ja? Geen appels? Nou, geen appels. Nou, dan maken we het een dichte kist, want het is natuurlijk geen fish shop.
zit hier en hier zit wel appelsin. Mooi, oké. Zetten we hier gewoon een klein ventje neer, puur voor de opvulling. En dan ga je meestal, wat ook belangrijk is natuurlijk, in het bouwen van een klein kraampje, heb je natuurlijk ook itemframes nodig waarin je laat zien wat ongeveer wat is. Nou, dan kan je bijvoorbeeld, zoals we al zeggen, we kunnen fruit gaan verkopen. Verkopen wij appels en wat verkopen we meer? We verkopen een keertje voor de grap wortels erbij. Dus het wordt meer een groentewinkeltje dan echt een fruitwinkeltje. Nou, dan hebben we natuurlijk nog, ik wilde eigenlijk nog met die lime bezig gaan, maar ik denk dat dat er nou niet meer wordt. Dan pakken we deze, de cobweb. Die gaan we nog even hier plaatsen. En hier, waarom? Nou, zullen we nu zien. Dan moeten we weer mijn veer pakken, want ik heb weer weggeklikt. Heb ik nou een gouden wortel erin gedaan? Ja, er zit een gouden wortel in de Jodo. Oké, waar is mijn veer? Ja. Oh, ik heb een ei gepakt. Lol. Oké, zo. En dan moeten we even kijken wat er het mooiste kan hangen. Want het zou, denk ik... we kunnen een lantaarn hier hangen, dat is wel leuk. En dan doen we hier een soort van... Waar is die? Deze. Maar dan moeten we even de biome veranderen. Want natuurlijk kan er geen vlees hangen. Hier, deze besjes zijn perfect. Hier, dat is wat te zoeken. En dan denk ik eigenlijk wel dat je allemaal een heel leuk kraampje hebt. Als je zo hier naar binnen kijkt, je kan ook wat barrels hier nog aan de zijkant neerzetten of kisten. Maar ik denk dat als je hier als verkoper staat, dat je al best wel wat kan doen. Oh ja, er is één belangrijk ding vergeten. En dat is de vloer. De vloer kan je ook wat neerleggen. Nou, meestal ligt er wat hooi buiten. Dus dan doen we dat hier. Zo, en dan heb je eigenlijk gewoon een heel klein kraampje. Dan kunnen we ook een beetje buiten de stal doen. Dat lijkt alsof hier ook wat hooi omheen ligt. Dan heb je eigenlijk dit al gedaan. Nou, dan gaan we nog even snel bezig met de lijn. Nou, hier kan je eigenlijk al best wel leuke dingen mee doen. Je kan het bijvoorbeeld ook zo laten. Je kan ook een fence pakken. Dat kan ook bijvoorbeeld zo. En die doe je dan bijvoorbeeld hieronder. Dat het wat lijkt alsof hier ook nog wat aan komt vast te zitten. Die kan hier. En dan doen we hier nog een fence. En dan gaan we nog even wat met kleine metadata spelen. Want je hebt natuurlijk één heel leuk ding. Zo. Deze. En dan pakken we even glowstone erbij. Want dan maken we een soort van lantaarn van. En met die lantaarn kan je natuurlijk weer zorgen dat je licht krijgt in de straat. En als je dan een keer in het donker opneemt. Oh wow. Ik zit al te kijken van wat de fuck is dat allemaal. Nou, we pakken gewoon de witte lampions. Die zijn gewoon goed. Zo. En dan plaatsen we er hier nog eentje. En dan zou ik het zo even /paytime night doen. Dan heb je in ieder geval dat je kan zien hoe het eruit zal zien als het donker wordt. Je kan het ook met touw doen, maar ik vind zelf altijd deze het mooist. En dan pakken we die. En dan gaan we zelfs /paytime night. Oké, dan wordt het nacht. En dan zie je al dat het verlichting werkt wel iets, maar je hebt natuurlijk wel meer verlichting nodig. Even weer paytime day. Paytime is eigenlijk ervoor dat je ervoor zorgt dat het voor jou persoonlijk nacht is of dag. Dus dat is altijd wel iets leuks. Maar ik denk dat we in ieder geval hier de aflevering gaan sluiten. Dus vond je het een handige tutorial over wat jij eigenlijk wil gaan doen als je een straat wil gaan, wil gaan inrichten. Dan kan je dat heel simpel doen door middel van slingers, stalletjes, gewoon een kleine opvulling en detail toevoegen. En dan zorg je ervoor dat je een hele mooie straat krijgt. In de volgende aflevering zullen wij wat meer gaan doen. Qua andere kleine structures en kleine opslagen aan de zijkant of kratten, weet ik veel wat. En ik bedank jullie voor het kijken, dus tot de volgende keer. En vergeet natuurlijk geen like achter te laten, dus tot ziens. Ciao!